Hoi en leuk dat je kijkt naar dit nieuwe video fragment. Met dit keer natuurlijk Skylar. Leuk dat je weer kijkt naar Skylar. Aflevering 9 ondertussen alweer. En we zitten natuurlijk op Starters Part, want ik heb op de vorige video's gevraagd of mensen het leuk vonden als ik mijn missies ga doen op mijn starterpaard. Als ik hoofdmissies ga doen. Mensen vonden het een leuk idee. Dus ik dacht van waarom zou ik dat niet doen. Dus ik ga het dus zeker doen. Dus dat was het hele ding. Dus we gaan hoofdmissies doen vandaag. Ik wil eigenlijk een beetje zij hoofdmissie doen. In plaats van om en om. Ik heb geen idee. We moeten even kijken hoe dat loopt met hoofdmissies. Wat ik wel wilde bekijken is hoe laat het is. Want je kan hier zien. Huidige tijd 16:30. 36, het is hier nu 10:30. Eigenlijk 10:50. Dus dat vind ik grappig. En je ziet dat ik ben daar helemaal blij mee. En ik kan daar gewoon niet over uit hoe blij ik daar ook mee over ben. Ja, de vorige video heb ik ook nog gevraagd om paardensuggesties. Ik ben er nog steeds niet over uit wat ik wil. Ik ben aan het twijfelen tussen een fjord en een IJslander. Dus jullie mogen mij helpen. Fjord of IJslander. En welke naam deze moet krijgen. Degene die de leukste naam heeft bedacht voor een fjord of IJslander. Ik weet wel welke fjord of IJslander. Maar dat hou ik nog even geheim. Dat is voor de volgende video met Skylar. En degene met de leukste naam. Die komt in de video. De comment. Vind ik leuk. Gezellig. En we gaan dus de hoofdmissie doen. De reis naar ik noemde het vroeger altijd Valendalen. Veel deel. Natuurlijk. Maar ik vind het wel grappig hoe ik het altijd Valendalen noemde. Oh ja, avontuur boven de wolken met Mika. Deze ga ik denk ik even off camera doen. Want het is toch een missie die ik al gedaan heb met Scarlett. Dus dat is wel prima. En ik wil nog de token dingen gaan doen. Ik weet niet of jullie een video willen waar alle tokens liggen. Let me know. Anders ga ik daar gewoon even een algemene video van maken. Gewoon als extra. In plaats van dat ik er een hele aflevering van maak. Dat ik gewoon even alles laat zien. Elke chapter. Elke ding. Reis naar veel deel. Helemaal prima, maar ik zie daar nog afval. En dat ben ik even aan het sparen met Skylar, want dat vind ik wel veel handig. Dus, hallo, waar is jouw E-functie? Dat ging heel erg raar, oké. Okay. Reis naar veel deel. Oh, we moeten gewoon naar veel deel. Ik dacht dat we echt een race moesten doen. Nou, het scheelt weer. Dan kunnen we gewoon weer lekker met de paardentaxi. We zijn lui. Terug heb ik wel wat starcoins. Ik heb mijn outfit een beetje aangepast op hoe Scarlett gekleed is. Zodat ik niet echt het gevoel heb dat ik een ander account speel. Hoewel, ja, ik vind het wel leuk. Ik mis dan nog de tokenbril. Fun fact, die bril die ik kreeg bij token heb ik toen gekregen. Toen heb ik hem opgedaan en ik heb hem nooit meer afgedaan. Maar nu is het zo'n onderdeel van mijn outfit geworden dat iedereen denkt dat dat hoort. Maar het is per ongeluk gegaan. En waarom ben ik hier? Ja, we hebben een verkeerde trailer gepakt. Did she not? En we zijn in Valendalen. Pam, pom, pom, pom. Pam. En Elisabeth. Oh, Elisabeth, hallo. Oh, kijk er nou. Elisabeth. She's alive. Ja. Oh, ik las het even. Ik moet het nog voorlezen. Ah, ik begreep het. De barones heeft er dus duidelijk iets mee te maken. Anders had ze Linda al vrijgelaten toen ze vroeger. En ze probeert ook iets te verbergen over haar verleden. Ik denk dat ze deze twee dingen heel veel met elkaar te maken hebben. In zoveel kleeds waren dan mag de familie die over Jorvik heerste. Nog steeds zit ieder leden van de familie in Jorvik in de gemeenteraad. Zilverkleed zijn gewenst om te krijgen wat ze wil. Deze hele zaak is nog veel ingewikkelder dan je kunt voorstellen. Wil je ons helpen, Skylar? Beantwoord Elisabeth's vraag. Goed, ik heb helemaal niks gezegd. We kunnen je hulp goed gebruiken. Wat het meest waarschijnlijk is dat Sabine's rol in het geheel. Ik kan eigenlijk niet uitleggen waarom. En wat wil ze van Justin? De enige manier om daarachter te komen is door uit te vinden wie de geheimzinnige meneer Sandman is. Die meneer Sands. Meneer Sandman. Voor je naar Victor over gaat. Om meer onderzoek te doen, wil ik vragen of je iets voor me wil doen. Klinkt misschien gek, maar is een reden waarom ik jou vraag. Je zult deze stok nodig hebben. Heb je de runes in die gezien? Oeh, iets ongewoons. Neem de stok,
Ga voor de runestenen staan en concentreer op de patronen. Er zijn 4 verschillende runestenen. Gewoon spannend. Spannend. Wat gaan we doen? Zou er een nieuwe animatie bij zijn? Want ik heb heel lang geleden dat ik dit heb kunnen doen en heb gedaan. Hihihi. Stap af. Yes. Hocus pocus, ga aan. Ik zwaai met mijn toverstaf. Hocus pocus, your last your focus. Hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat ik rijk was. Moet eigenlijk nog eentje verzinnen. Maar mijn brein laat me in de steek. En dan gaan we naar het paard toe. En dan gaat Elisabeth helemaal verbaasd zijn over onze kunsten. En wij zijn zo geweldig. Want wij kunnen alle 4 de stenen aangooien. Elisabeth! Ik was benieuwd wat er gebeurt. Ze allemaal begon te glimmen. Dat is heel gewoon. Dat is de eerste keer. Ik bedoel, dat heb je gehaald. Wil je met plezier doen dat ik niemand anders vertellen? Ik mag het dan eigenlijk vertellen. Want zij zijn lid van ons genootschap. Dat is alles wat je moet weten voorlopig. Oh, en ik heb een lelijke gele helm gekregen. Volgens de administratie groene John zijn men op in Vinkerhof. Er is een korte route. Ga naar Vinkerhof. Oh, dan krijg ik nog meer outfits. Dit is wel fashion. Wie dit bedacht heeft, verdient een race. Maar ik heb eigenlijk mijn pet, dus die ga ik ook lekker ophouden. Oh, hier is het gezellig. Ik was helemaal vergeten dat dit er zo uitzag op deze manier. Ik ben heel lang niet meer geweest. Ik wilde deze fjord nog heel graag op Scarlet kopen. Ja. Die is zo cute. Ik wil alle paarden. Maar... Ik heb al berekend in een livestream een keer dat alle huisdieren krijgen al 10.000 starcoins gaat kosten. Dat alle huisdieren die ik dan nog niet heb. En laat staan alle paarden. Want ik heb er dan wel 200, maar er zijn ongeveer 400. Ondertussen? Ik denk het wel. Ja, er zijn ongeveer 400. Ik kan natuurlijk niet alles krijgen, want ik heb natuurlijk de oude fjorden niet kunnen krijgen. De Kalter fjorden, zeg maar, die weg zijn. Die zijn dus ook helemaal weg. En die komen ook nooit meer terug. Ik heb daar 2 van. En ik kan ze dus niet allemaal meer krijgen. Ja, ik vind het stom dat ik ze toen niet allemaal heb gekocht. Maar het zou eigenlijk nog stommer vinden als ze weer terugkomen. Want dan gaat het hele effect ervan af dat de fjorden iets waard zijn, zeg maar. Dus ja, ik vind het dubbel op. Ik wil dat ze terugkomen. Net als de zeehondjes. De oude zeehondjes weer terugkomen. Daar heb ik ook nog een aantal van. Ik heb er ook nog een video van dat ik die heb gekocht. Je kan het opzoeken. Als die video heet, volgens mij Zeehondjes Tag Live. Ik irriteer me dood aan mezelf van vroeger. Dus neem het niet serieus, AB. Als ik video's van mezelf ga terugkrijgen, dan denk ik echt van... Hou je mond. Misschien wel een keer leuk om te doen. Reageren op. Want ik kan mezelf uit de toekomst uit mijn verleden niet uitstaan. En we zijn aangekomen in Vinkerhof. Wie heb je op nodig? Welkom in Vinkerhof. Hallo, welkom in Vinkerhof. We hebben net onze ruiterpaar vernieuwd en heropend. We zijn allemaal zeer enthousiast. Wil jij nog een ander testritje maken? Als een ervaren ruiter kun je ons vast nog wat tips geven. Er zijn ook nog genoeg klusjes te doen, maar zo te zien heb jij andere plannen. Als je het pad wil gebruiken, moet je even langs Minka gaat. Zij staat op het beginpunt bij de zandkuil waar Andy zijn schapen houdt. Praat met onze oudbewoners of iemand kan spreken die al heel lang woont. En nou, dan ben je op de goede plek. Er wonen hier heel veel oude mensen in Vinkerhof. Die hier ook geboren zijn. De meeste zijn erg aardig en zijn dol op praten van verleden. Maar het kan ook soms best vervelend zijn. Maar goed, is mijn mening. Wat dan? Verlies je even hulp nodig? Ik weet niet wat ik moet doen. Even mijn paarden zorgen. Ik heb helemaal niks gegeten of gedronken. Wil je verlies helpen? Ja, voor XP. En nu ga ik weg. Want zo behulpzaam ben ik. Ja, nee. Sorry. Ik heb het gevoel dat ik naar deze mevrouw moet gaan. Of de mayor. De burgemeester. Maar ik denk dat het goed. Ja, ik zit goed.
Lieve mij, ik ben zo blij om te ontmoeten. Hoe heet je Scar? Dat een prachtige naam. John Sandman, die naam komt wel bekend voor. Mijn geheugen is niet zo goed als vroeger. Maar ik denk dat John Sandman de man was waar ik mijn huur betaald toen ik het huis overnam. Nu ik over nadenk, is nog steeds diegene aan wie ik mijn checks uitschrijf. Ik zal mijn contacten even controleren. Ja, die naam klopt. Het moet wel vriendenkast zijn, die meneer Sandman. Ik ben al 5 jaar van mijn huur nooit verhoogd. Neem de krom. Ja, dat is een. Neem de Quizanti maar mee. Een woord waar ik nog nooit van gehoord heb. Dan kom ik nadenken. Geloof ik dat meneer Sandman destijds in de dorpsraad zat? Je moet in de gemeentehuis van Vinkerhof gaan. En meneer Vreemdeling vragen of hij nog foto's heeft. Let's go! Meneer Franklin, oh trash. Die stond nog net ook een persoon. He gone. She gone. It is gone. Geen idee, misschien identificeerde zichzelf als non-binary. Jammer, je weet het niet. Hé, hey, wat toevallig met een andere meisje groep die hetzelfde vragen. Met zijn jullie daar foto's in? Denk je, ze hadden een zakmes waarschijnlijk knipt hem uit de foto. Sabine, wat heb je gedaan? Als zulke rare vrouwen op een computer kunnen uithalen, betekent niet dat in de echte wereld ook kan. Met een prachtige 50 jaar oude foto. Of Sabine heeft geen idee. Ze had een donker, strakker mantel op. Ze moet gezicht. Ze reed weg over Miss Hart apart. Ja, dat is Sabine. En Kaan. Mantel. Ze staat bij de poort. Komt terug. Van Daal. Kun je de foto proberen te pakken. Dat is Sabine. Sabine. Nou, hij is echt zwarte mantel, maar dat is echt een rode mantel. Bovendien, dit mag ook wel echt een update gebruiken. Maar goed dat ik mijn paard heb getraind hiervoor, want het duurde echt super lang dit. Sabine, Sabine. Kun je nog een coole foto krijgen? Voordat je verdwijnt. You are very doorzichtig. Now it's gone. Wel cool. Heeft wel wat. I got the picture. And trash. Meneer Franklin. Meneer Franklin. I got your picture. Je hebt hem teruggehaald. Nou, dan komt het misschien nog goed met jullie generatie. Goed gedaan. Oké, kopie voor. Dat is een kopie van de foto. Je hebt blijkbaar een rekening of iets dergelijks. Succes met verder facturen. Haal de rekening op. Oké. Meneer Sandman, bring me your dream. Kijk, lief, je de rekening gevonden. Kijk, als ze een postbus en zo vergeten op jou te zoeken. Alsjeblieft, je mag de rekening houden. Het is tot een maand oud. Dankjewel voor de rekening. Succes met je onderzoek. Doe haar de groetjes. Elisabeth, doe de groetjes, zegt de schat. Altijd welkom hier, Vinkerhof. Laat de aanwezig zien aan Elisabeth. Deze broek is echt afschuwelijk. Oh my god, de warme trui. Die is nog wel leuk. Oh, nice. I will keep this one. Nu nog een zwarte broek en dan zijn we emo. Trash. Ik vind meer trash op Scarlett dan op Scarlett. Ja, oké. Dat is bijzonder. We gaan naar Valendalen. Ik ga het nu gewoon expres doen. Dorp Valendalen. Oh, ik vond het grappig. Iemand zei in de vorige video dat ik een knapstuur moest kopen. Van Skylar. En iemand zei van... had erop gereageerd wat ik zou zeggen. Van ik wil ze niet kopen omdat ik de stippen lelijk vind. En ik ging helemaal stuk. En zei die ander weer. Ja, daarom weer. Van daarom juist. Van waarom zou ik een paard kopen die ik niet leuk vind. Welkom terug, Skylar. Wat heb je gevonden? Een foto van meneer Sandman? Zie je dat? Wat zie ik dit? Is misschien een nummer van zijn kleine postcodeur. Heel goed gedaan. Wacht even. Het ziet eruit alsof een man genaamd meneer Sands. Die akelig viel lijkt op de man op deze foto. Meneer Sands is de leider van Dark Core. Een gemeenschap met veel kwaadaardige plannen. Heb je dit al aan Alex laten zien? Ik denk dat zij de foto heel graag zou willen. En zij heeft al eerder tegen hem gevochten en heeft een enorme hekel aan hem. Ik denk wel dat jij kan vertellen of de man op de foto, meneer Sands, en dezelfde persoon zijn.
Laat aan Alex de foto zien. Moet ik nou weer terug naar... Ja. Maar daar hebben we de paardentaxi voor. Hartje! We zijn hier weer teruggekeerd. Wat ik eigenlijk wel heel leuk vind, is dat ik niet zoveel opties heb in de paardentaxi. Dus ik kan alles heel snel vinden. Dat vind ik heel erg chill. Oh, ik heb het niet. Oh, dat is een meneer Jens. Hoe is het mogelijk? Ik heb het niet herinnerd gehad. Want, oh, ik had gedacht dat het jammer was. Serieus, misschien ben ik gewoon heel naïef geweest. Dat betekent dus dat meneer Jens de opa is van Justin en de opa op dit moment een eigen paard kan kunnen zijn. Zo is hoe ik eigenlijk Alex voor me zit. Oh, heb je een idee hoe we vertellen dat het adres van de paardenpostpersoon brief was? Is echt haar? Dat is een goede aanwijzing. Dus wat is uw voorstel aan brief? Zou nog best kunnen werken. Dus je zet ervoor op een nepbrief naar de sensor zodat hij hier langskomt om het op te halen. Dat is een geweldig idee. Ze kan op die manier. Kun je de postbus van hem in de gaten houden en de brief komt ophalen. Dan weet hij nog steeds dat hij leeft en in Jorvik is. Want volgens mij hebben we dezelfde leegrijpen nog voor mij en een pen. Het enige wat we nu nodig hebben is een postzegel. Die kun je vragen aan Judy de manier. Je ziet vast nog wel een stapeltje liggen. Vraag aan Judy. Judy. Mag ik een zegel? Skyler, ben je van plan een postzegel? Natuurlijk heb ik die. Dankjewel, Judy. Oh, hier is je postzegel. Pak op de liefst op de wist aan de ingang van het landhuis. Nou, gaan we die lekker op de post doen, joh. Om een keer op de post doen. Hier is je brief. Doe hem op de post. Misschien is het geen hem, maar een haar. Of een het. En ze zo. Get your priorities right. Alex. Oh, heb je iemand op ons gedaan? Geweldig. En nu is het een dag wachten. Stom. Wat kunnen we nog meer doen? Oh, dat weet ik niet. Marley had dat vorige keer. Maar ik heb geen zin om weer Marley te doen dit keer. We kunnen even kijken. Oh ja, nog Silverface Dorp. Kunnen we wel naar Moorland? Want dan was natuurlijk wat kwijt met de dieven. Dat is wel grappig. Gaan we dan helpen met haar verloren voorwerpjes. Wow. Hey, Conrad heeft dat. Waren we niet bezig met deze quest? En zijn we halverwege gestopt of zo? Want... Nee. Ga er een felblauwe steen in de rotsachtige delen van Nimmers Hoogland. Sure. Nee, want ik kom me herinneren dat het een quest had met dat paard. En nu staat het paard ineens hier. Dat vind ik vaag. Dus vandaar dat ik dacht dat ik die quest niet had afgemaakt. Maar ik heb hem wel afgemaakt. Dat is gewoon een andere quest. Stom. Ik was onderweg naar Tan. Maar ik denk dat ik dan eerst even... die zijmissies ga doen van Conrad en hier even plastic pakken. Oh, zij heeft natuurlijk die races. Die kan ik ook wel even buiten scherm straks even doen. Dat is wel chill. Die race heb ik natuurlijk op Scarlet al gedaan. En ik wil zeg maar dingen die ik op Scarlet heb gedaan niet in Skylar doen. Want dat zijn zeg maar de nieuwere missies. Dus die zijn ook wat makkelijker te vinden. Het zijn toch races die ik kan unlocken. Dus vandaar dat ik die dan niet doe. En bijvoorbeeld Mika niet, omdat ik die al meerdere keren heb gedaan op Scarlet. Dat zijn zeg maar die tijdelijke missies. En die tijdelijke missies doe ik gewoon lekker offscreen. Als jullie dat tenminste eerlijk vinden. Nee, dat vinden jullie vast wel goed. En dat is... Oh, we gaan hier even hak. We gaan even stenen choppen. Chop chop. Ik ben een echte heel miner. Jammer dat ze hier niet die animaties op hebben gejiet van de dino-vallei, zeg maar. Kan ik ook gewoon hakken als ik er... Oh, joh. Lazuursteen is sowieso is dit lapis lazuli. In Minecraft kan je hier kleurstof mee maken. En enchanten. En Conrad, hier zijn je lapis lazuli stenen. Oh! Ik heb een zeer mooi exemplaar lazuursteen gewonnen. Die moeten we nog even ver van maken. Ik help je wel. Oh, dat is toch een dag wachten. Dan gaan we maar lekker door naar Tan. Want die had nog een hulp nodig om items terug te vinden. Dat is ook een kleinere missie. Dus dan hebben we gewoon wat klokjes. En de klokjes zijn altijd goede tekens om dingen te doen. We houden van klokjes. Tan. Oh ja, ook nog in de... Ik heb eens nagedacht en volgens mij ben ik ook in Zilverkleeddorp geweest. Zou je me daarvoor willen kijken? Dat zou ik heel aardig vinden.
Rijn naar de zilverkleed. Paardentaxi, bam. Teleportatievermogen. Dat vind ik eigenlijk een leuk woord. Telepatievermogen. Niet telepathie. Teleport. Telepataat. Dan kan ik het woord niet meer uitspreken. Waarom kan ik altijd woorden niet uitspreken op het moment dat ik ze heb gezegd? Hey, sinds wanneer sta jij hier? Of kom ik gewoon nooit meer in Steve? Deze is ook cute. Die wil ik ook op. Ik wil gewoon op Scarlet een shopping spree doen. Met de paarden die ik wil hebben. Dus als ik een keer geld over heb in real life, koop ik 10.000 starpoints. Wat ben jij aan het doen dan? Ja, ze lasten van de hitte. Aan het zoeken. Je hebt niks interessants gevonden. Moet je ogen open doen. You have found nothing of interest. No, Tom. Ik vrees dat we jouw spullen nooit meer kunnen vinden. Je hebt niks gevonden. Brengen we dan het jammere nieuws. En we zijn weer terug bij Tom. Oh ja, en ook nog in Zilverkleed dorp. Niemand heeft dorp geld gevonden. Maar zo boos op mezelf heb ik nog meer geweest. De vuurtoren van Stal Moorland. Ik heb geen zin om meer mijn stemmetje te doen. Ik denk dat ik het alleen voor hoofdmissies ga doen. Ook vind ik het hilarisch. Want dan gaat er op een gegeven moment gewoon heel veel tijd en kost. Vooral met die zijmissies. Want het zijn er zoveel. De ontmaskering. Nee, Nick. Oh, parade. Hallo, parade. Wat gezellig. Ik had het laatst nog over die parade dat mensen dit doen. Is dat elke uur of zo? Ik kreeg ineens een applaus. Oh, lekker joh. Oh ja, de Umbrella Islands staan hier nog. Dat is leuk. You have found nothing of interest. Klonk. Nog eentje. Helemaal niks dan. Haha. Nou, Tam. Het is tijd. Ook niet daar. Oh, en een klokje. Klokjes zijn stom. Hebben we nog iets leuks? Hebben we die races? Hebben we iets op het strand? Of bij mevrouw Hotspur? Heeft die wat voor ons te doen? Ik vraag me af wat. Ja, dat zegt mevrouw Hotspur. Goed uitspreek. Holdsworth. Als Kyler, mijn lieve kind. Ik ben zo blij om je te zien. Ik heb een probleem in mijn tuin. Heb jij een probleem in je tuin? Dan met bijen. Moet een bijenkolf af. Timmer, timmer, timmer. Ik ben een timmervrouw. Zo, ineens gaat het geluid aan. Dankjewel. Oude bijenkorf. Oh, daar. Volgens mij gaan mijn bijen dan aanvallen. Nu moeten we weer ding knuppelen. Oh jee. Zullen we vaak een basketbal spelen? Oh, oh, oh. Dat was een korte quest. Nice. En een leuk bijenshirtje. Lekker bijenshirtje. Mooi, mooi. Mooi speel is dat. En we kunnen nog de stalhulp even pesten met onze missies. Want we moeten natuurlijk wel wat te doen blijven. Ik ga gewoon nu gewoon heel Moorland af. Vind ik wel leuk. Als we Moorland hebben gehad, dan vind ik het alweer mooi geweest. Lijkt dat niemand iets gezien. Oh ja, links. Ik zei wel. Zoek je nog. Ik heb die missie dus niet afgerond. Oh,
Want ik zag links daar staan en ik weet dat links hier moet staan. Dus ik zei al, ik heb die missie niet afgerond. En it was the truth. Hoefsporen op de grond gezien. We gaan het volgen en dan komen we uit bij, bij de hoefsmid. Even scherpe bocht. Of waar komen we dan? Ja, komen we eruit? Waar gaan we heen? Links stond op bij Conrad. Nou, dan gaan we hier. We're taking a detour. Dan moeten we daarheen. Een rondje van de zaak. Oeh, ik zie daar zo'n vispaard. Dat vind ik heel leuk. Ze zijn ook adorable. Waar is dat beest heen gerend? Oh, is dat de vuurtoren? Ja joh. Naar links. Ik heb links gevonden. Kom maar mee links. Oh, een race. Dat is ook wel leuk. We are fast. So, ja, ik ken natuurlijk dit parcoursje niet. Dus ik vraag... Oh, hier ineens in. Oké. Okay. Oh, er staan attributen. Oh, oh, oh. Kunnen we niet zo'n A naar B race doen die we ook in zilverkleed hebben dan in Moorland? Lijkt me heel gezellig namelijk. Heel gezellig, heel leuk. Want vroeger, lang geleden, toen ik nog op YouTube-lijst ging, dat ook een keer gedaan met kijkers. Heel gezellig was dat. Ga ik nog wel een keertje doen op Twitch. Love it. En dat was alweer de quest. Kunnen we nog wel die races doen. Anders dan wij, want ik wil gewoon per gebied of zo ook gaan. Vind ik wel een goed idee. Races it is. Hallo, ik wil jouw races doen. Lalalala. Oh, er zit een hele quest. Oh ja, er zit nog natuurlijk een hele quest bij. Oh. Ik dacht ik kan hem wel oppakken uit de lucht met E, maar dat ging dus niet. Ik kan ze helemaal niet met E oppakken. Nou, dit nu wel, maar die wat ik net had niet. Wat is dit voor Wizards of Oz thing? Ik heb een pilon gepakt. Schrijf je het zo als een pilon? Volgens mij had ik het vorige keer had ik daar ook al over. Dat is zo het verkeerd schreef of zo. Ja, verkeerd schreef. Niet schreef op de manier zoals ik het gewend ben. Probeer Stacy's beginners mond uit. Ik heb mijn muziek uitstaan. Ik geloof dat die muziek bij hoort. We zullen even kijken, maar deze is natuurlijk heel kort en krachtig, dus dat is chill. Hop. Muziekjes aan. Halverwege. We verven de balken roze. Eeuw, kan ik even mijn paard doen? Nee. Doe even zo. Maar moest ik er... Ja, ik moet er maar 3 gelukkig. Het was satisfying. Ik kon een keer in het echte balken verven. Puur omdat het gewoon satisfying is of zo. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon leuk. Oh, ik heb ineens meer verf. Ik dacht dat ik er maar 3 moest. Oh, hier. Hè? Hoe werkt dit dan? Ik had omhoog. Ik dacht dat het omlaag ging. Hoe kan ik meer verf krijgen als ik verf gebruik? Waarom werkt dat niet in het echt? Dat zou heel veel geld besparen met dingen verven. Verven de balken roze. De balken zijn nu prachtig pocket roze. Ik ga nu gewoon altijd... Nee, ik wil gewoon die reference gewoon gebruiken. We verven de balken pocket roze. Oh, dat is iets te vroeg. Heel enthousiast onderkit. Maar dat is echt iets te vroeg.
Ik vind het leuk hoe we gewoon 3 keer over die hindernis moeten springen. En dit gaat al mis voordat we weer eruit gestart zijn waren. Ik hoef er niet eens overheen te springen, joh. Is dat een Arabier? Die zwart is ook wel vet. Wow, en dan hebben we nog de laatste. Maar daar hebben we nog een reputatie voor nodig. Dus daar moeten we mee bezig. Ik heb in Skyler nog niet zo'n hoge reputatie natuurlijk. Ja, hoe hoog heb ik hem in Moorland? Bij de Bobcats denk ik. Niet heel hoog. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb alles gedaan in Moorland dat maar kon. Dus voor de volgende keer... Ja, we hebben een nieuwe missie. Dat is wel leuk. Dus vond je deze video nou leuk? Doe met een duimpje omhoog. Mocht je het heel leuk vinden en de familie willen joinen, kom gezellig en klik op de abonneerbutton. Want dat vind ik gewoon heel leuk. En misschien wil je meer zien. En dan kan het via die manier. En dan zie ik jullie waarschijnlijk weer bij de woensdag video. En dan ben ik gewoon weer met Scarlett ben ik aanwezig. Dus ik zeg... Houdoe. We could have it.